een vraag aan Schepen Aydant over de kinderboerderij. En we zijn hier al verschillende keren tussen gekomen over de kinderboerderij en ook enkele schriftelijke vragen gesteld. En daarover gaat het. In de afgelopen maanden hebben we vragen gesteld over de toekomst van de kinderboerderij van Antwerpen in Wilrijk. Maar het is de kinderboerderij van alle Antwerpenaren. En het is op dit moment heel onduidelijk hoe de pensionering van boer Karl zal worden opgevangen. Maar uit de antwoorden die we kregen op onze vragen blijkt gelukkig dat u als Schepen erg bekommerd bent om de kinderboerderij, dat u het project waardevol vindt en dat u het vooral op alle vlakken waardevol vindt. Het is zowel educatief, kinderen komen er leren wat natuur en milieu en dierenzorg is. Op sociaal gebied, er zijn heel wat mensen uit de welzijnssector die daar komen. Er zijn ook heel wat mensen uit het gevangeniswezen die daar een werkstraf komen doen. Maar ook op therapeutisch vlak, heel wat chemotherapiepatiënten of mensen met andere aandoeningen die daar een fijne plek vinden. En het grappige is dat er eigenlijk in heel de stad geen enkele plek is die zo bizar is als de kinderboerderij. Want daar gelden eigenlijk ongelooflijke andere regels dan in de rest van een stad die langzaamaan één groot bedrijf gaat worden, efficiënt moet zijn en die kostenbesparend moet zijn en die, waar elke euro zichzelf moet opbrengen en waar men liefst kosten-terugwinprincipes in vindt. Dat geldt op dit moment gelukkig allemaal nog niet in de kinderboerderij, want die is gewoon ambachtelijk, complexloos en iedereen mag er zijn wie dat hij is en dat hoeft ook allemaal niet op te brengen. Het heeft een enorme sociale opbrengst en een enorme therapeutische opbrengst en een enorme educatieve opbrengst, zonder dat daar geld moet voor terugstromen. Gelukkig. En dankzij de inzet van boer Karl, die nu op pensioen is en waarvoor het afscheidsfeestje bijzonder aantrekkelijk en bevolkt was. Er waren duizenden mensen op afgekomen om hem te bedanken voor zijn 36-jarige inzet. Kon de kinderboerderij die leuke plek zijn in de stad? Uit de antwoorden die we van u kregen, Schepen, hebben we gelezen dat u er allemaal heel erg gerust in bent. Er viel echt niks te vrezen voor de opvolging van boer Karel. En er was immers al een partner in het oog gekomen die zeer geschikt zou zijn, namelijk Levanto. Jammer genoeg is ondertussen hebben we vernomen dat de onderhandelingen met Levanto zijn stopgezet en dat er voorlopig nog niemand is. Er zijn nu 3 fulltimes op de kinderboerderij. Frie, Dirk en Kat. En zij proberen het hoofd boven water te houden. Moeten de dieren verzorgen, moeten de groepen begeleiden, moeten de scholen ontvangen, moeten zorgen dat de aankopen gebeuren, moeten administratieve taken doen, moeten de stagiairs begeleiden enzovoort. Dus wij zijn eigenlijk toch heel bezorgd dat die mensen gezond gaan blijven onder dergelijke werklast en hopen dat u snel een oplossing gaat vinden voor de vervanging van boer Karel. Dus 5 vragen waarop u het antwoord had kunnen voorbereiden. Wat is de visie van het huidige bestuur over de kinderboerderij? Ik hoop dat die niet is veranderd. Ziet u nog steeds het enorme potentieel van de kinderboerderij als een troef voor onze Antwerpse schoolkinderen, voor de gezinnen, voor de jeugdverenigingen, voor mensen met een sociale beperking en mensen die er een therapeutisch rustpunt vinden? Of begint u het vooral een post te zien waar er nog wel wat kan bespaard worden? Vraag 2. Wat is er eigenlijk juist misgelopen met de onderhandelingen met Levanto? Waarom is dat plots geen geschikte kandidaat meer om voor Karel te vervangen? Vraag 3. Hebt u dan een plan B? Wat gaat er gebeuren in 2014 met de kinderboerderij? Boer Karel was beheerder van het domein en de gebouwen, maar was ook coach van de andere werknemers en beoordeler van de stagiairs die dierenzorg kwamen stages doen op de kinderboerderij. Hoe gaat u die kinderboerderij nu blijven openhouden? 4. Wat gaat er gebeuren met de schoolbezoeken? De klassen zijn besteld. De vrijwilligerswerking, wat gaat daarmee gebeuren? De sociale tewerkstelling, de begeleiding van werkstraffen. Wie zal dat moeten doen? En 5.
Wordt er en zal er in het district Wilrijk met de districtsraad nog op een of andere manier een overleg komen of wordt het district Wilrijk op zijn minst betrokken bij de keuzes die gemaakt worden in dit proces? Ja, maar ik moet voor de tweede keer deze avond mijn excuses aanbieden aan Raadslid Bagar. De derde keer zal ik u trakteren. Want hij had een informatieve vraag gesteld die chronologisch vooraf ging aan de interpellatie van Brandes. Hij had dus eerst het woord moeten krijgen. Ik verleen hem dat alsnog met voor de tweede keer recht excuses. Het was niet persoonlijk, het stond gewoon niet op het scherm, alleen in het schriftelijke punt. Laat het hopen dat het niet persoonlijk is. Nu ja, de meeste vragen zijn uiteraard al gesteld door mevrouw Brandes. Maar ik ga toch gewoon, ik heb in voorhand een informatieve vraag ingediend. Dus ik denk dat ik in de toekomst gewoon telkens een interpellatie moet indienen. Dan ben ik zeker dat mijn vragen als eerste al meer begrepen. Nu, de beheerder van de kinderboerderij gaat op, zoals mevrouw Brandes, op 1 februari na 36 jaar op pensioen. De stad moet dus op zoek naar een nieuwe verantwoordelijke in huisbewaarder. Aangezien deze beide functies door dezelfde persoon werden uitgevoerd, moesten we op zoek gaan naar een nieuwe persoon. Recent verscheen in de pers dat de gesprekken met het sociale economiebedrijf Levanto, die de taken zou kunnen invullen, zijn afgesprongen. Nu, om de continuïteit van de kinderboerderij te garanderen, is er snel een oplossing nodig. Daarom heb ik een aantal vragen aan de schepen. Waarom zijn de gesprekken met Levanto afgesprongen? Wat is de toekomstvisie van het stadsbestuur betreffende de werking van de kinderboerderij? Wat is de visie van het stedelijk college betreffende de ruimtelijke inplanting van de kinderboerderij? En worden er snel nieuwe mensen aangetrokken om het vertrek van de beheerder op te vangen? Hoe denkt de schepen dit aan te vangen? Tot daar mijn vraag. Dank u wel. Aansluiten bij de interpellatie, mevrouw Almassi. Ja, dank u wel, meneer de burgemeester. Ik ga niet de hele uitleg doen over het project. Het is een project met veel pedagogische waarden. En we zitten hier vandaag voor een personeelsproblematiek waar een oplossing voor moet komen. Ik zit met dezelfde vragen. Wat is er misgelopen met de samenwerking met Levanto? Waarom is die stopgezet? Ik heb vernomen dat Levanto blijkbaar garanties wil om de boerderij draaiend te houden, waar de stad niet op zou willen ingaan. Klopt dat? Welke garanties zouden dat dan zijn die men gevraagd heeft? Het zou blijkbaar al een mogelijke oplossing kunnen zijn voor de functie van huisbewaarder-concierge, maar dan zit je nog altijd met de vraag wie de pedagogische verantwoordelijkheid over de boerderij zou opnemen. Die vijf functies, als er daar twee van niet ingevuld zijn op lange termijn, en dat is inderdaad ook de vraag naar continuïteit, dan is dat problematisch, want dan blijf je over met drie mensen die wellicht zeer hard werken, maar de verantwoordelijkheid over de pedagogische uitbouw en die huisbewaardersfunctie niet willen en ook niet kunnen overnemen. Dat maakt dat de garantie voor het voortbestaan van die boerderij bedreigd wordt als er geen extra personeelsondersteuning snel komt. Ik wil toch ook meegeven, en dat is toch denk ik ook wel heel belangrijk, dat de districtsraad van de betrokken district Wilrijk unaniem pro-kinderboerderij heel snel een oplossing vraagt. Een bestuur met de N-VA, CD&V en Open VLD, dat denk ik ook bij de schepen al is geweest om te pleiten voor het voortbestaan van die kinderboerderij. Hebt u aan hen een oplossing uitgelegd? Hebben zij een timing gekregen? Wat is de timing die de schepen zelf aanhoudt om een oplossing te vinden? En kunt u ons vandaag zeggen of dat u een oplossing hebt die alle elementen omvat en die tegemoet komt aan de voorwaarden die zijn gevraagd? Ik dank u. Wat is het, Vriends? Collega's, een boerderijomgeving is best wel een aangename omgeving om tijd door te brengen en kan inderdaad ook ontzettend leerrijk zijn voor de schoolkinderen. Maar ik stel me eigenlijk wel de vraag, indien dat de uitbuiting van een kinderboerderij nu echt behoort tot de kerntaken van een stadsbestuur. Het feit dat Boer Kalm op welverdiende rust gaat, moeten we werkelijk bekijken als een opportuniteit. Een opportuniteit om te evalueren indien we met kinderboerderij niet een bredere doelgroep kunnen bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat een kinderboerderij veel meer kan zijn vanaf het ogenblik dat dit op een professionele wijze wordt uitgebouwd door bijvoorbeeld een private partner, die dan ook nog over de nodige expertise en kennis beschikt. En dan denk ik nog maar bijvoorbeeld aan plukboerderijen, waar mensen of scholen een oogstaandeel kunnen kopen. Ze kunnen zelfs actief deelnemen aan de oogst. En vaak bieden die dan ook nog gastenkamers aan.
of een aangename cafetaria waar je de specialiteiten kan proeven. Er zijn veel manieren denkbaar om landbouwinitiatieven in de stad niet alleen aantrekkelijk, educatief, maar ook winstgevend te maken. Want als ze zelf bedruipend of winstgevend zijn, dan is daar niks fout mee. Want dan kost dit de Antwerpse betaler geen extra geld, maar verbreedt wel de doelgroep die van deze locatie gebruik kan maken. Dat is de kracht van verandering. Ik vermoed dat de stad veel beter zijn fondsen kan inzetten op ontwikkelingen zoals milieu, hetgeen dat dan de ganse bevolking van de stad ten goede komt. Jullie wensen toch ook dat de Antwerpse kinderen gezonde lucht kunnen inademen. Dank u. Dank u wel. Schepen? Bedankt collega's voor jullie vragen. Het klopt dat we de onderhandelingen met Levanto hebben stopgezet. Anticiperend op het pensioen van de gekende boer Karel is AG Vespa op zoek gegaan naar een nieuwe beheerder. Een partner uit de sociale economie zou na het pensioen van boer Karel instaan voor het beheer en de uitbating van de boerderij. Er werd een onderhandelingsprocedure opgestart met Levanto, maar helaas, deze onderhandelingen bleven maar aanslepen. Sinds januari zijn die al aan de gang en die bleven maar aanslepen. De reden voor de lange onderhandelingen was dat Levanto telkens terugkwam op verschillende basisuitgangspunten en voorwaarden. Dus binnen de grenzen van deze aanbestedingsprocedure waarbij de stad de kosten bleef dragen, was voor ons bijvoorbeeld de verderzetting van de vrijwilligerswerking erg belangrijk. Maar de visie over Levanto hieromtrent was niet zoals gewenst. Ook over het gratis aanbieden van rondleidingen aan scholen en bewonersgroepen werd geen akkoord bereikt. En daarom hebben wij de beslissing genomen om de onderhandelingen stop te zetten en een nieuwe oproep te plaatsen. Op korte termijn verandert er echter niets. De stad zal de werking van de kinderboerderij zoals ze vandaag plaatsvindt gewoon verder zetten. Vele scholen hebben immers al een bezoek geboekt en uiteraard komen we deze verplichtingen na. We willen zo snel mogelijk een nieuwe beheerder vinden, maar dat zal uiteraard niet rondkomen tegen dat boer Karel op pensioen gaat. Daarom zullen we op zoek gaan naar een tussentijdse beheerder van de boerderij. We hebben daarvoor al verschillende potentiële kandidaten. En het is voor mij dus van groot belang dat er iemand klaar staat om boer Karel te vervangen wanneer hij de staldeur achter zich toetrekt. De huidige werking van de kinderboerderij en dus ook de geplande schoolbezoeken gaan gewoon door. Maar wij zijn wel van oordeel dat de kinderboerderij fantastische mogelijkheden biedt die verder reiken dan wat er verwacht kan worden van een sociaal-economiebedrijf. Daarom zullen we een nieuwe oproep plaatsen die breder zal gaan dan de oorspronkelijke oproep. De stad zoekt namelijk een partner die de boerderij op een bedrijfsgeoriënteerde manier verder uitbouwt. Met het oog voor ecologische, educatieve en sociale criteria. Hierbij heb ik het beeld voor ogen van een boerderij die wordt uitgebaat als een zelfbedruipend, sociaal-ecologisch bedrijf dat inkomsten kan verwerven uit de verkoop van boerderijproducten, horeca, verblijf, giften, partnerschappen, sponsoring en noem maar op. Voorstellen die oog hebben voor de natuur en landbouw-educatieve werking zullen extra gewaardeerd worden. En ook aandacht voor duurzame landbouw en bijvoorbeeld pluk- of zelfoogstboerderijen zullen meer aandacht krijgen. Voor educatieve werking voor Antwerpse scholen en de inschakeling van vrijwilligers zijn ook extra troeven. Dus naar aanleiding van het aankondigen van het pensioen van boer Karel kregen we al een aantal spontane sollicitaties en vragen in de richting die we zelf ook aan het bekijken waren. Ik vind het erg belangrijk dat bij heel deze procedure het district Wilrijk betrokken wordt. Zoals iemand al reeds aanhaalde, ik denk mevrouw Branders, hebben we inderdaad al overleg gehad verschillende keren met het district. En we hebben 2 weken geleden dus dat eerste overleg gehad en we zullen in de toekomst ook hun betrekken bij elke stap die we nemen. Dus het klopt dat we op zoek gaan naar een externe partner en dat die partner de boerderij op een commerciële wijze mag uitbaten. En hiermee bekomen we een win-win situatie. De mogelijkheden van de kinderboerderij worden sterk verbreed en we geven een ondernemer de kans een zaak op te starten en we moeten minder belastinggeld uitgeven, want er is niks vies aan geld verdienen. Meneer Bagaar, ik zal u als eerste de repliek geven. Ja, gewoon even kort. Momenteel wordt er geen inkomen gevraagd als de mensen naar de kinderboerderij moeten gaan. Klopt dat? Ja. Zal u er al toen zien dat als het geprivatiseerd eventueel wordt, dat daar ook geen inkomen meer kan worden gevraagd worden? Dus dat is het enige dat ik wil meegeven. Mevrouw Belmers, wenst u nog repliek?
Mevrouw De Schepen, ik moet u echt bedanken omdat u eindelijk een heel duidelijk antwoord hebt gegeven. U bent degene van deze raad die het meest duidelijke antwoord heeft gegeven vandaag. Maar het antwoord stemt mij bijzonder droevig. Want u gaat de kinderboerderij... Jawel, het is heel goed dat er... Nee. Eindelijk wordt de achterkant van de tong getoond. Eindelijk. Hè. En mevrouw De Schepen, dank u wel daarvoor. Echt waar, ik ben tevreden dat u eindelijk zegt waarop het op staat. U gaat de kinderboerderij privatiseren, commercialiseren. Het gaat geld kosten als je daar naartoe moet gaan. Als je niet uitgeeft, zijn we daar binnenkort echt niet meer welkom. En ik vraag me af wie dat er de sociale... Mensen met een sociale beperking, daar gaat nog opvangen. Want wat brengen die uiteindelijk op? Wat brengen mensen die daar komen rusten na een chemokuur? Wat brengt dat op? Wat gaat dat opbrengen voor de stad? Niks, dus die zullen daar binnenkort waarschijnlijk niet meer welkom zijn. Ik noteer dat u niet alleen de kinderboerderij zult privatiseren, u zult ook de kindercrèches privatiseren. Dit bestuur sluit de Torenhof, die is er weg, is in het Idisbald, alle openluchtklassen. Wij weten nu ondertussen wat er geen kerntaak is van deze stad. Een kerntaak van deze stad zal zeker niet zijn de zorg voor onze volkskinderen. Geen educatie, geen sociale projecten, geen open schoolklassen, niks. Wat dan wel de kerntaak van deze stad is, dat komen we hier nog voorlopig niet te weten. De achterkant van de andere schepen en hun tong is tot nu toe nog niet zo duidelijk geweest. Maar alvast, ik zal de boodschap overbrengen aan de mensen van de kinderboerderij dat ze voorlopig verder ploeteren met 3 fulltime equivalenten het werk van 5 doen. En dat ze mogen hopen dat ze binnenkort uitverkocht worden aan de privé. Dankjewel. Dat is graag gedaan. Het is aan mevrouw Bastiaans. Dankjewel, burgemeester.